prima. Nou, we gaan richting Umbrië. Zit ongeveer midden Italië om het zo even te zien. Roccafiore, Fiordaliso. Dit is een witte wijn, 2018. En voornamelijk Grechetto. En Grechetto is eigenlijk een variëteit wat je niet meer heel veel tegenkomt. En er zijn een aantal producenten die het vaak voor lokale consumptie gebruiken. Maar er zijn ook een aantal producenten die het wel heel goed doen. Die het wel heel serieus nemen. Want het zit natuurlijk in Umbrië, is een traditionele druivensoort. En een Grechetto leent zich wel vrij veel voor gastronomische inzetbaarheid. Je krijgt een wat frissere stijl. Die zit iets noordelijker, ook al wat meer invloeden van de kust af gelegen. Dus het is niet al te warm. Wat frissere zuurgraad in de wijn. Een hele mooie florale tonen. Je krijgt iets meer bloesemtonen in de wijn. Wat groene appel. De Granny Smith, als je dan toch een appel zou moeten benoemen. En ook een hele lichte kruidigheid. Wat groene kruiden komen erin voor. Geen houtgebruik in de wijn. En het geeft een wat zuivere, een hele zuivere uitslag. Prachtig als aperitief. En de wijn straalt 1,5 fris uit. Het heeft heel veel energie, heel veel spanning. Die zuurgraad is echt heel mooi in balans. En dat wil met Grechetto wil dat nog wel eens wat anders zijn. Dit is echt een prachtig voorbeeld van Grechetto. Het geeft dat hele mooie frisse van die druif weer. Dat hele mooie groene appel. Het is net of je in een verse Granny Smith appel bijt. Prachtig groen. Dat zuurtje is niet al te hoog. Dus het geeft een hele mooie aangename balans daarin. En een lekkere smaak. Het heeft niet te veel smaken. Dus je kan er prachtig mee als aperitief werken. Als je lekker wat parmaham daarbij hebt. Ook eventueel wat kazen kunnen erbij. Maar ook bij een heel licht pasta gerecht kan het natuurlijk. Ik zou hier eerder in het menu bijvoorbeeld mee beginnen. Als voorgerecht of bij een tussengerecht. Maar ik zeg, dit is voor mij een aperitief wijn. Heerlijk zomers. Lekker wat hapjes erbij. En een klein feestje.